Het belang van religie voor Suriname is te merken in de kracht en harmonie welke deze brengt voor ons land. Dit was de rode draad tijdens de openingsceremonie van de 6e vierjaarlijkse zitting van de 7e dag Adventisten in Suriname. Onder het thema Ik zal gaan met de missie en gedachten presenteerden de Adventisten het verslag van missieactiviteiten van de afgelopen periode, evenals de komende. Wat de zitting extra bijzonder maakte is de viering van de 130ste jubileum van het Adventisme in Suriname. Minister van Binnenlandse Zaken Bronte Somohardjo zegt dat het een collectieve verantwoordelijkheid is om de harmonie in ons land te koesteren. Als mens dragen we een zware verantwoordelijkheid in het behoud van de aarde voor de rest van de schepping, ongeacht de ras of religie. Onze grondwet benadrukt de vrijheid van geloofsovertuiging en de beleving ervan. Religieuze aangelegenheden heeft dus onder andere de taak om erop toe te zien dat de vrijheid in geloofsovertuiging in stand wordt gehouden en dat de beleiders van welke religie dan ook hun religie kunnen praktiseren zonder enige beletselen. Zoals gesteld in onze grondwet is het belangrijk om rekening te houden met de geldende regels in elke religie. De bewindsman gaf een voorbeeld over de Sabbat, oftewel de heilige rustdag. Hij besloot zijn toespraak met een gebed. Maar omgekeerd wordt er ook met ons rekening gehouden terwijl we vasten. Ik denk dat het uniek is dat een moslimminister tijdens vaste maand hier bij jullie congres een toespraak houdt. In dat kader wil ik u ook vragen om te bidden, want we gaan bidden straks voor alle gelovigen die het nu moeilijk hebben in de wereld. Okay, we will be praying in a while, and in that case I'm asking you to pray for all religions who have it difficult in the world. Ik denk vooral aan de mensen nu in het Midden-Oosten. Laten wij een gebed voor ze doen. Think of the folks in the Middle East. Let's pray for them. De regering erkent de inzet van de verschillende religieën, vooral op het gebied van het versterken van de waarden en normen, onderwijs en gezondheidszorg. The government recognizes the role that various religions plays, especially when it comes to norms and values and education. Van gezonde voeding en levensstijl is ook bekend van uw kerkgenootschap dat zij één van de speerpunten van de zevendaags Adventisten is. When it comes to a healthy lifestyle, it's known that that's one of the main points within the Seventh-day Adventist Church. Namens de regering en het volk van Suriname wordt waardering uitgesproken voor uw bijdrage aan de vorming van de Surinaamse natie.